Drie tips voor het houden van een indrukwekkende lofrede. Bij het houden van een lofrede denken we al gauw aan echt ceremoniële gelegenheden. Zoals bijvoorbeeld bij de universitaire promotie, waar na het behalen van het doctoraat de promotor het zogenaamde laudatio uitspreekt. Maar dit is zeker niet het enige moment waarop we een lofrede kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan het afscheid nemen van een collega, denk aan een bedrijfsjubileum of natuurlijk bij het uitreiken van een prijs. En daarom geef ik je in deze video drie tips voor het houden van een lofrede met impact. De eerste tip gaat over voorbereiding. Niets is zo vervelend dan luisteren naar een toespraak die vol gemeenplaatsen zit en in principe over iedereen zou kunnen gaan. Zorg er dus voor dat je je verdiept in de persoon waar jouw lofrede over gaat. De tweede tip. Houd het kort. Lofredes houden we vaak op feestelijke gelegenheden met veel toehoorders. Die mensen zijn allemaal bij elkaar om iemand te feliciteren, om een praatje met elkaar te maken, kortom om het gezellig met elkaar te hebben. Jouw speech, jouw lofrede, vormt dan toch vaak een wat hinderlijke onderbreking van die feestvreugde. Probeer het dus kort te houden. En de derde tip gaat over voorbeelden. Zorg voor aansprekende voorbeelden in jouw lofrede. Je kunt bijvoorbeeld heel vaak vertellen dat die collega die na 20 jaar afscheid neemt van het bedrijf zich altijd met hart en ziel heeft ingezet. Maar veel treffender is om dat ene verhaal te vertellen over die ene lastige klant en dat ene mooie project waar jullie samen aan hebben gewerkt. Dat concrete voorbeeld zegt veel meer dan welke abstracte kwalificatie dan ook. Wil je nog graag een voorbeeld zien? Kijk dan naar Ankie Broekers-Knol, onze huidige voorzitter van de Eerste Kamer. Zij houdt bij de maiden speech van een van de Eerste Kamerleden een prachtige lofrede die goed is voorbereid, kort van duur is en veel voorbeelden kent. Dank u wel, meneer Van Kestel. Blijft u even staan. Blijft u even blijven staan. Mijn hartelijke gelukwensen met uw medespeech. Staat u mij toe om iets van uw achtergrond te schetsen. U bent geboren en getogen Stadjer. Voor de niet-Groningers onder ons, een Stadjer is een inwoner van Groningen. Maar daarnaast bent u ook zeer betrokken bij het Groningse Ommeland. En ook weer voor de niet-Groningers onder ons, het Ommeland is de provincie Groningen, niet de stad. Sinds 2011 bent u namelijk lid van Provinciale Staten van Groningen en fractievoorzitter namens de PVV. In Provinciale Staten zet u zich, in uw eigen woorden, in voor gedupeerden van de aardgaswinning en voor gedupeerden van windturbines in bewoond gebied. Tijdens de campagne van 2015 zei u zich daarnaast in Groningen en Den Haag te willen inzetten voor meer banen voor jongeren. Dat laatste punt komt ongetwijfeld voort uit uw achtergrond in het onderwijs. U bent opgeleid als onderwijzer aan de Rijkspedagogische Academie Groningen. Van 1978 tot 1988 werkte u als zodanig aan een openbare basisschool in Hoogezand. In 1988 haalde u de akte van bevoegdheid voor speciaal onderwijs. Aansluitend werkte u 15 jaar als onderwijzer in Paterswolde op een school voor speciaal onderwijs en 5 jaar aan het Alpha College, een regionaal opleidingscentrum in Groningen. Bij REN 4, een koepelorganisatie voor scholen in het speciaal onderwijs, werkte u vervolgens als ambulant begeleider. Naast uw werk in het onderwijs en uw politiek-maatschappelijke carrière bent u sinds 1996 actief. Vond je dit nou een interessante video en wil je meer van ons ontvangen? Abonneer je dan op ons kanaal en vergeet natuurlijk niet deze video te liken.